Vanuit de loopgraven tot dugouts. Wij hebben de eer gehad om in Ieper te praten met een digger, Johan van der Wallen. Die was heel gepassioneerd en dat is echt eigenlijk zijn levensverhaal dat hij vertelde, want die was van kleins af aan al bezig met de oorlog. En die vertelde dus wat hij allemaal al had opgegraven. En dat gebeurde via kaarten van de Eerste Wereldoorlog. We gingen die bestuderen. Aan die foto's hangt er een, dus je moet ze beter zien. En toch nog niet te weten waar de dugouts lagen en waar de loopgraven waren. Maar die Johan van der Wallen was eigenlijk een amateur. Dus alles wat hij vond, die deed ook zonder vergunning. En alles wat hij vond ging rechtstreeks naar het museum. Die heeft lang geleden, een lange tijd samengewerkt met een hele groep. Die is uit die groep gestapt omdat er een paar mensen vondsten achterhielden. Die hebben ook een proces aan hun been. Dus daar is er nu een hele heis aan het staan. Dat ze eigenlijk die mensen zonder vergunning die eigenlijk niet meer zouden moeten doen. Maar het zou voor hem eigenlijk het einde van een soort van passie zijn.